Net terug uit Vietnam en Singapore. Over China zometeen. Eerst even een korte blik om te laten zien dat u heeft nu een beetje een jetlag, maar dat gebeurt volgens mij vaak omdat u reist de hele wereld over om de Nederlandse handelsbelangen te behartigen. En dit zijn ze nog lang niet allemaal. Wij vroegen ons af, heeft u uw Chinese collega even knieën al ontmoet? Die stond ertussen. Oh, die stond er wel tussen. Ja, oh, de Chinese minister van Handel stond ertussen. Ja. Was dat een prettig gesprek? Het was enerzijds een prettig gesprek, maar het is natuurlijk wat wij als Nederland altijd doen, is ook mensenrechten en de situatie van de Oeigoeren ter sprake brengen. En dan wordt het gesprek wel wat killer. Maar volgens mij wel heel goed dat we dat blijven doen. Ik wilde een specifiek onderwerp over China en een aantal dingen met u over China bespreken. Maar laten we beginnen met het specifieke onderwerp. We zitten een beetje tussen Amerika en China knel. Hè? Het gaat dan om ASML. Ik zal proberen het kort uit te leggen. Die maken die machines waarmee je dan weer chips kunt maken. Hele goede, waarvan Amerika zegt, die moet je niet aan China verkopen. China zegt, we willen ze dolgraag hebben. Even in het kort nog, wat is de reden dat Amerika zegt, doe dat niet, verkoop die dingen niet aan de Chinezen? De Amerikanen die maken zich terecht zorgen over hun nationale veiligheid en ook de technologische ontwikkeling in China. Mm-hmm. Die zorgen delen wij ook. Maar dat is in ieder geval de reden die de Amerikanen aangeven om die export beperkingen op te leggen. Omdat die chips ook weer gebruikt kunnen worden voor militaire doeleinden, voor surveillance doeleinden, om bijvoorbeeld de Oeigoeren of andere mensen in de gaten te houden. Legitieme zorgen, toch? Ja, klopt. Ja, en die zorgen delen wij ook. Maar de zorgen zijn ook wel wat breder dan alleen die veiligheidsbelangen. Zeg maar van de nationale veiligheid of hoe zij met hun eigen bevolking omgaan. Maar het gaat ook over onze economische veiligheid. En de reden daarvoor is dat die chips gebruikt kunnen worden om China echt op technologische voorsprong te brengen. En ons echt afhankelijk te maken of in sommige gevallen te houden van de Chinezen. En dat moeten we voorkomen. Dat moeten we voorkomen. Nou wordt het ingewikkeld, want er is een hele geavanceerde reeks van die machines. Daarvan heeft Nederland al gezegd, prima, verkopen we niet aan de Chinezen. En nu hebben de Amerikanen gezegd, ja, maar er zijn wat eenvoudige machines. Daarvan willen we ook niet dat jullie die aan de Chinezen verkopen. En daarvan zegt Nederland volgens mij, nou, dat gaan we niet doen. Nou, daar zijn we nog in gesprek over, onder andere met de Amerikanen, ook met Koreanen, met Japan, met verschillende landen die ook in die chipsindustrie zitten. En we kijken heel erg van, ja, wat zouden we nog wel kunnen exporteren, wat niet. Maar we kijken echt heel kritisch om zeker te weten dat wij niet nu iets naar de Chinezen gaan exporteren waar we later spijt van krijgen. Nee, dat begrijp ik. Maar aan de andere kant heb ik begrepen dat de Amerikanen ook wel op zijn Amerikaans powerplay uitoefenen nu. Die komen met zware delegaties, u knikt, die leunen erg op ons van doe het niet. We hebben toch ook nog onze eigen economische onafhankelijkheid. Ja. Wij mogen toch kiezen wat we doen? Klopt. En zegt dus u dat ook tegen de Amerikanen? Dat zeg ik ook tegen de Amerikanen. En wij maken onze eigen afweging. Maar veel van de zorgen die de Amerikanen hebben, die delen we over China. Dus wat dat betreft gaan we natuurlijk wel een heel stuk mee met de Amerikanen. Nou, dus, u noemde zelf ook al de echt geavanceerde chipsmachines, die exporteren we niet. Hier gaan we kijken in hoeverre. Want kijk, sommige machines op zichzelf kunnen daar prima naartoe. Maar dan als ze deel uitmaken van een groter systeem, dan kun je wel weer heel geavanceerde chips maken. Dus daar moeten we ook allemaal naar kijken. En dat zijn afwegingen die wij zelf willen maken. Ook in samenspraak met het bedrijfsleven. Met de bedrijven die chipsmachines zelf maken. U zei dat gesprek met de Chinese minister loopt dan af en toe kil. Hoe loopt dan zo'n gesprek met zo'n Amerikaanse minister of onderminister? Nou, die kunnen ook wel wat directheid waarderen, hoor. Dat is, die kunnen wel tegen de stootje. Ja. U zegt het met een glimlach. Laten we het wat breder trekken over China. Want eerder deze week, heeft u ongetwijfeld gezien, waarschuwde de AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding voor de gevaren van China. Veiligheidsdiensten waarschuwen Nederlandse bedrijven en universiteiten voor toenemende spionage. De diensten betitelen China als de grootste dreiging voor onze kennisveiligheid. Dat kan door cyber gaan, hè, door op onze netwerken het kennis te stelen. Dat kan ook doelwitten zijn door met andere studenten op risicovolle studies kennis mee te nemen. Op breed vlak zien we landen actief om kennis ongewenst uit Nederland weg te halen. China is hierin wel een van de grootste. Het is toch wat, hè? Ik bedoel, ze doen er alles aan om gewoon te pikken wat wij hebben. Wat zijn de grootste zorgen die u heeft? Waar maakt u zich het meeste zorgen om, wat die Chinezen allemaal uitspoken? Nou, die spionage, dat is iets waar de MIVD en de AIVD ook al lang voor waarschuwen. Dat is natuurlijk echt een groot ding. Maar ook
dat je afhankelijk wordt voor één land, bijvoorbeeld als het gaat om grondstoffen of zeldzame aardmetalen. De Chinezen hebben dat eigenlijk heel slim gedaan. Die hebben heel lang die metalen heel goedkoop aangeboden, waardoor er heel veel mijnen in de rest van de wereld gesloten zijn. En nu zijn we opeens allemaal afhankelijk van die Chinezen. Dus moeten wij weer gaan nadenken, hoe gaan we dat opvangen? Nou, dat doen we bijvoorbeeld door handelsverdrag met Chili te sluiten vanuit de EU. Want die hebben lithium. En dat geeft ons weer toegang tot lithium. Dus we zijn daar lithium wel... zit, sorry dat ik je onderbreek, in onder andere batterijen voor elektrische auto's. Precies, dus dat hebben we ook nodig voor onze energietransitie. Dus dat zijn bijvoorbeeld dingen waar we ons echt wel zorgen over maken. Die strategische afhankelijkheden. Dus dat je eigenlijk maar van één land afhankelijk bent voor stoffen die je nergens anders vandaan meer kunt halen. Ja, want aan de ene kant zegt Brussel dan vanaf 2035 geen auto's meer die op diesel of benzine rijden. Dus op een accu. Ja. En dan moeten we weer naar China. Maar dat geldt ook voor zonnepanelen. Dat geldt voor allerlei grondstoffen die we keihard nodig hebben. Zijn we veel te naïef geweest misschien? Nou, we zijn er wel al een tijd mee bezig van waar kunnen we nu de grondstoffen vandaan halen. Maar dat we zo afhankelijk zijn geworden, dat is ons denk ik wel voor een gedeelte overkomen. En zijn we dus wat te naïef in geweest. Maar volgens mij is het heel goed dat we daar nu veel beter naar kijken. En bedrijven doen dat ook wel. Hè? Want kijk, vanuit het kabinet zijn we nu met de grondstoffenstrategie bezig. Maar ik was in Vietnam en Singapore. En daar zie je bedrijven al met hun zogenaamde China plus 1 strategie. En dat betekent dat ze zich focussen op China. Maar ook binnen Azië ook een ander land wel daar zich op richten. Dus bijvoorbeeld India of Vietnam of Thailand. Ook om gewoon zeker te weten dat zij niet alleen afhankelijk zijn van China voor hun productie. Oké, dus die bedrijven zijn al bezig om misschien bepaalde activiteiten uit China te verplaatsen naar andere landen, zodat we minder afhankelijk van de Chinese worden. Ook omdat ze gewoon geen mensen meer kunnen vinden die in Hongkong willen wonen. Dus die trekken nu naar Singapore bijvoorbeeld. Ja, misschien nog ter aanvulling hierop.